Ik praat vandaag met Leslie Smit. Je bent Nederlands kampioen duathlon. En ik wil eens, stel je eens voor. Nou ja, mijn naam is Leslie. Ik ben 28 jaar. Ik woon eigenlijk mijn hele leven al op de Helmhoek hierachter. Ik heb een tussenjaar, of ja, 5 jaar lang in Duitsland gewoond. En ik kom binnenkort weer opnieuw op de Helmhoek wonen. Maar dan een paar straatjes verderop. Maar mijn ouders wonen hier nog steeds. Ja, ja, ja. Dus je hebt al een binding met de week. Ja. Ja. Ben je altijd druk geweest met sporten? Ja, eigenlijk van kleins af aan allerlei sporten gedaan. Dansen, hockey, turnen, eigenlijk van alles wel. Maar hardlopen ben ik pas later leeftijd mee begonnen. En hoe kwam dan dat je richting duathlon ging? Eigenlijk mijn eerste duathlon was hier in Deurningen. Dat is eigenlijk zo'n dorps duathlon. Heel leuk, laagdrempelig en die ging best wel goed. En ik vond het leuk, dus toen ben ik er meer gaan doen. En dat viel op bij de bondscoach en, van Nederland. En zo ben ik op hoog niveau terechtgekomen en nog meer geprikkeld en gemotiveerd om te winnen. Even over duathlon. Heel veel mensen kennen vooral de triathlon. Kun je het verschil uitleggen? Ja, triathlon, dan begin je met zwemmen, daarna fietsen en als laatste onderdeel lopen. En duathlon begint eigenlijk met hardlopen. Daarna doe je een stuk fietsen en daarna weer een stuk hardlopen. Dus je loopt 2 keer in plaats van 1 keer. Wanneer ben je kampioen geworden eigenlijk? Onlangs nog. Ik geloof nu 3 weken geleden. Kampioen op duathlon op de klassieke afstand. Dus dat is dan 10 kilometer hardlopen, 40 fietsen en nog 5 lopen. En in 2014 was ik ook al een keer Nederlands kampioen. Dus ook dat al. Was mijn tweede titel. Ja. Ja. En heb je ook begeleiding? Ik train onder leiding van Herman Moulat. Die begeleidt mij met de looptrainingen. En ik train dan in het FBK-stadion in Hengelo. En ik train sinds kort onder leiding van Antoine van Brummelen op het fietsonderdeel. En ja, dat bevalt ook heel goed. En fietsen en hardlopen gaat goed samen? Ja, dat gaat heel goed samen. Ja. Wat ben je allemaal van plan nog om met duathlon te beleven? Ja, eigenlijk heel kort. Zo hard en zo snel mogelijk. Ik wil volgend jaar mijn Nederlands titel weer verdedigen. Dus kijken of ik voor 3e keer kampioen kan worden. En ik doe ook mee aan het EK en het WK. En die heb ik dit jaar gemist door een blessure. En ik hoop volgend jaar daar gewoon wel weer goed aan de start te kunnen staan. En stiekem wil ik graag in top 5 eindigen. Dus ja, daar gaan we ons best voor doen. En op de lange termijn, ik wil graag nog een keer een marathon lopen. En dan niet zomaar een marathon, maar gewoon echt een goede tijd, een snelle tijd neerzetten. Maar dat is eigenlijk het doel voor over 2, 3, misschien 4 jaar. En voorlopig hou ik het echt nog even op de duathlon. Zit duathlon ook in de Olympische Spelen? Nee. Niet? Nee, het is geen Olympische sport. Maar dat was triathlon ook nooit en nu wel. Ja. Dus ja, wie weet, later. Maar ja, dan denk ik niet dat ik er nog aan mee kan doen.